Dank u. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Tech Talk Late Night, aflevering 9 alweer. Het praatprogramma waarin we de moeilijke zaken in de informatietechnologie leuk maken. He? Praten over apparaten met de nodige dosis rock'n'roll met Power to the People, onze band. Ze zitten midden in Alert Online. We hebben al een hele week hebben we cybersecurity alom. Een van de partners daar is SIDN, de Stichting Internet Domein Naam Registratie. En is ook partner van deze avond. Dat zijn de mensen achter .nl. En die vinden het belangrijk dat het internet in Nederland goed draait, dat het allemaal veilig is. En vandaar ook deze avond. En we gaan het specifiek opnemen voor het midden-kleinbedrijf. Kleine bedrijfjes met webwinkels, met e-mail. De dingen moeten vooral draaiend blijven. Want je hele bedrijf is ervan afhankelijk. Alleen ja, heb je wel tijd voor security? Is dat eigenlijk wel iets waar je mee bezig bent? Vaak niet. En we verwachten ook niet dat alle ondernemers alles weten van cybersecurity, maar dat ze wel een beetje weten waar het over gaat. Dus na vanavond heeft u als MKB'er een stevige onderhandelingspositie ten opzichte van de IT-providers, om het zo maar even zakelijk te zeggen. Nou, wat gaan we doen? Het wordt lekker technisch vandaag. Hoop afkortingen, hoop moeilijke dingen. Nou, om even een ezelsbruggetje te geven. Eerste helft bespreken we alle ellende, alles wat mis kan gaan. En in de tweede helft komen we met oplossingen, hoe je het beter kan doen. Nou, dat is wel makkelijk te onthouden. Oké. En terwijl we dat doen, hier in de grote zaal, kunt u ook heen en weer lopen naar de kleine zaal. Want daar hebben we de zogenaamde security speed dates. Daar staan 7 consultants, ook van kleine bedrijven, van stichtingen, onafhankelijke mensen, die eigenlijk antwoord kunnen geven op al jullie security vragen, wat u ook wenst. We hebben daar namelijk staan John Sinter van Relicy Open Security, zijn collega Melanie gaat straks een onderzoekje presenteren, Jelte Jansen van SIDN Labs, Pieter Roga van NCSC, Rolf Dolmans van NL NetLab en die drie die vertegenwoordigen samen internet.nl. Het gaat over standaarden, heel belangrijk. We hebben 2 mensen van MK Cyberadvies, Wouter Natalis en Jan Pauwen. En tot slot Jan Dilstra van HackerOne. Dat is een platform waar ethisch hackers allemaal terecht kunnen en organisaties die zelf gehackt kunnen worden. Nou, we gaan even kijken in de kleine zaal hoe het er daar aan toe gaat. Mijn collega Rosalie Belde, die doet daar verslag. Ah, Rosalie, daar sta je al. Hey Chris, hey. Hallo grote zaal. Ja, hallo in de kleine zaal, Rosalie. Hoe gaat het daar? We zijn al een half uurtje bezig. Klopt, ja, we zijn een half uurtje geleden begonnen en zoals je ziet er zijn er wel wat mensen die hier zijn aangeschoven voor de speeddates, maar er is nog ruimte zat. Je kunt nu langskomen in de pauze, tijdens het programma, maakt niet uit, met je vragen over ethisch hacken, internetstandaarden, veilig ondernemen voor MKB'ers op het internet. Tot 10:30 staan we hier, dus kom vooral langs, schiet mij even aan en ik zorg dat je terecht kan. Oké, dankjewel Rosalie. We komen straks weer even bij je terug. Bedankt. Top. Rosalie Belde die werkt normaal bij het Rathenouw Instituut. Ze is namelijk politicologe en ze werkt ook bij een radioprogramma Amsterdam FM. En is nu mijn co-host vandaag. Het is wel gezellig, zijn we met z'n tweetjes. Goed, dat zijn dus de security speed dates. Hier het eerste item. SIDN heeft namelijk een onderzoek gesteund van Radically Open Security. Mondvol, dat is een non-for-profit internet consultancy. Klinkt een beetje als een tegenstelling, hè? Internet consultants die zijn vooral voor het groot geld. Nee, zij zijn non-for-profit, want de dingen die zij doen, die storten ze terug in een NL-netfonds om open software te maken, dingen die gewoon goed zijn voor de samenleving. En ze hebben de afgelopen maanden hebben ze onderzoek gedaan naar allerlei websites. Een passieve vulnerability scan noemen we dat. En we gaan erover praten met de eigenaar van Relicy Open Security. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Melanie Riebeck. Nou, Melanie, tof dat je er bent. Het is wel grappig, want weet je, voor zo'n programma moet je al een beetje overleggen met elkaar. Nou, op een gegeven moment zat ze in Istanbul, moest we bellen, was best wel lastig, want ze was een cursus aan het geven. En daarvoor zat ze ook in Shanghai, in China. Dus toen probeerden we een Skype op te zetten. Nou ja, en hoe dat dan gaat met hackers. Allerlei beveiligde kanalen geprobeerd. Nou, werkt allemaal niet. En uiteindelijk hebben we elkaar maar gewoon gebeld. Maar toch tof dat je er bent. Hey. Relicy Open Security. Nou, ik vertelde dan non-for-profit security consultancy. Jullie doen allerlei interessante dingen. Je hebt bijvoorbeeld ook de NetEight Kit ontwikkeld. Dat is een soort kastje, dat zet je ertussen. En dan ga je, nou, geheim via het internet, kan je niet gecensureerd worden. Dat is handig voor journalisten. Hij heeft nog een prijs gewonnen, de ISOC Award. Dit onderzoek, dat heet een Passive Vulnerability Scan. Jullie hebben eigenlijk gekeken naar wat er kwetsbaar is op websites, zonder het te hacken. Vertel. Dat klopt. Dus goeie avond. Dus SIDN was naar ons toe gekomen met de opdracht van scan de Nederlandse internet, vind interessante dingen. Ja.
Natuurlijk, ik had een beetje van, ja, natuurlijk, ik kan niet zomaar andermans servers scannen. Dus ik denk dat ik een slimmere manier kan vinden. Nou, er heet iets, die heet passive vulnerability scanning. Dus wat dat betekent, is jij vindt informatie uit openbare bronnen. Dus kan eigenlijk iedereen kijken. Ja. Dus iedereen kan zomaar kijken. En als aanvaller, dan kan jij eigenlijk een heleboel over een internetwebsite vinden, zonder dat jij één enkele pakket naar de website hoeft te sturen. Ja. Wat ik zelf van begreep is, dat er zijn dus clubs, hè, bijvoorbeeld Zmap of Shodan is ook een zoekmachine. Mm-hmm. En die gaan continu het internet scannen van, draaien nog oudere versies van software ergens. En als er een oude versie draait, betekent dat dat niet gepatcht is. En dan weet ook iedereen waar die kwetsbaar is. Dus zonder het te hacken, kun je een overzicht geven over ja, waar je kwetsbaar voor bent. Maar waarom doen mensen dat? Continu op zoek naar kwetsbaarheden. Die Zmap mensen, Shodan, waar komt dat vandaan? Wie zit daarachter? Nou, Zmap specifiek, dat is een initiatief van de Universiteit van Michigan. Ook ja, samen een klein beetje met die Rapid7 mensen. En ja, het hele punt van een soort internet-wide scan is dan kom je achter interessante statistiek over wat kwetsbaar is. Mm. Bijvoorbeeld wat heel vaak uit dat soort onderzoek komt, is informatie over kwetsbare routers die bijvoorbeeld heel moeilijk zijn voor mensen om te updaten. Natuurlijk, routertjes waren niet echt de focus van ons onderzoek nu. Het ging meer om Nederlandse websites, dus daar hebben wij de focus op gelegd. Maar wat wij wilden weten is ten eerste, hoe kunnen wij op een brede schaal scannen? Mm-hmm. Want natuurlijk, dat is op zich een logistieke uitdaging. Ja, hoeveel websites hebben we in Nederland, om even een inschatting te geven? Nou ja, ik heb wel op een andere dia wel de nummer staan, maar volgens mij was het wel, ja. 43 miljoen unieke IP-adressen. Dus, Oh, dat is behoorlijk wat, ja. Ja. En dat is dus eigenlijk allemaal al gescand. Dat zit in die hele grote database van de hele wereld. Ja. En daarbinnen hebben jullie gekeken welke IP-adressen vallen er onder Nederland. Dat klopt. En toen kwamen jullie bij ongeveer 500.000 websites uit. Mm-hmm. En daar hebben jullie gekeken van wat is er nou kwetsbaar. Daar heb je een soort van statistieken van. Ja, dat klopt. Dus natuurlijk de uitdaging met een hele grote dataset is je moet daar iets representatief eruit halen. Dus wat wij eigenlijk hebben gedaan is we zijn gewoon begonnen met de lijst van Nederlandse IP-adressen. En dat lijst hebben wij gekregen van die Neursoft website. Daarna hebben wij gekeken van oké, we hebben wel de IP-adressen, maar welke zeggen iets? Ja, natuurlijk als op een gegeven moment als wij een query sturen, of in ieder geval als Zmap of Shodan of de andere tools een query sturen en als het niks terugzegt, dan kunnen wij er niks mee doen. Oh, je stuurt iets naartoe, maar je moet wel een antwoord krijgen. Ja, dus wij moeten websites krijg je niet eens een antwoord. Ja, wel ook niet alle IP-adressen zijn websites. Oh, okay. Dus in ieder geval, wij wilden ook constateren van in ieder geval welke websites kunnen wij vinden. Ja. Dus dat is alles wat een beetje leek op of een website of een andere service die wij kunnen herkennen, zoals een FTP-server. Ja, een heleboel verschillende dingen. Dus eigenlijk alles wat een antwoord teruggeeft, die we eigenlijk herkennen als dit is een webserver, of dit is een FTP-server, of SSH-server, of wat dan ook. Dan dat hebben wij meegenomen in onze studie. En in dat antwoord dan kun je dus uit afleiden van het is versie zoveel zoveel. Ja. En dan kun je online zoeken van nou, als je versie zoveel zoveel van dat hebt, dan kun je, nou, hacken. Wat voor technieken zijn we allemaal kwetsbaar voor? Je kunt... Ja, want uiteindelijk hoe een hacker te werk gaat, is jij probeert ten eerste achter te komen van wat draait op een bepaalde IP-adres. Mm-hmm. Als je dat eenmaal weet, dan kan jij vanuit die versie van de software herleiden, ja, wat zijn eigenlijk de bekende kwetsbaarheden. Ja. En dan vanuit de bekende kwetsbaarheden, dan natuurlijk daarna moet je echt actief bezig om... om je constatering te bevestigen. Ja. Maar onze vraag was, als wij beginnen met de hele Nederlandse internet, en natuurlijk dan ben je wel een hele brede net aan het gooien, dan wat voor laaghangende fruit kunnen wij vinden in Nederland waar een hacker al mee kunnen beginnen? Ja. Heb je daar wat statistieken van, wat tabelletjes voor op je computer? Ja, dat klopt. Hij staat nu op het scherm, dus laat me even wat zien. Klopt. Dus... Dus in ieder geval... Dat is een hele presentatie. Flippen we even heen. We gaan direct naar de resultaten. Dat is lekker snel. Oké, is goed. Ik wist niet helemaal wat jullie wilden hebben. Dus, goed, dus trends voor .nl.
Dus in ieder geval meer dan 50% van de gescande Nederlandse IP-adressen had serieuze kwetsbaarheden. Dus alweer, dit is gewoon vanuit onze representatieve sample. Trouwens, dit heb ik nog niet uitgelegd. Ja, je had 550.000 websites en dan random trek je daar een sample uit. Representatieve steekproef. Daar ben je gaan kijken wat er kan. Dus, ik heb een mooie formule. Ja, snap je hem? Ja, precies. Dus dat is natuurlijk binnen de bepaalde tijd. Het was eigenlijk niet in onze opzicht belangrijk om echt naar ze allemaal te kijken. Maar het was gewoon meer van, wij wilden gewoon een soort representatieve, willekeurige sample vinden. Van als wij gaan inzoomen op deze specifieke IP-adressen. Want natuurlijk, dat is dan wel... binnen een bepaalde tijd wel te halen. Want we zijn hier niet bezig met big data. Dat is een heel ander onderwerp. Maar in ieder geval, de vraag was dan binnen een redelijke tijd... wat kunnen wij vinden over de representatieve sample? Dus we hebben gewoon een formule gepakt uit Estimation Detection Theory. Formule, ja, zie je wel. In ieder geval hebben wij bepaald dat echt om een representatieve sample te krijgen... dan hebben wij... 1380 hosts nodig uit die volledige aantal van 550.000. Ja. Dus, maar de versmalling was een beetje nodig, gewoon echt om een soort dieper inzoom te doen om echt de statistieken te krijgen. Dus, dus van het hele internet naar Nederland en daar een representatieve sample uit. Ja, precies. En dan ga je dus kijken naar CVE's. Nou, dat moet u onthouden vanavond, dus u zult een hoop afkortingen krijgen, maar CVE, dat staat voor Common Vulnerabilities en Exposures, oftewel kwetsbaarheden die we inmiddels kennen, en dat wordt dan ook gewoon openbaar gemaakt, hè. Druikt u dit, druikt u dat, nou, dan kan dat er kwetsbaar zijn, dus dan moet u fixen. En exposures, je kunt dus iets zien aan een systeem waardoor het kwetsbaar is. En die CVE's, dat kun je gewoon opzoeken. En dus als je dan kijkt van, nou, die website heeft nummer dat, dan weet je waar die kwetsbaar voor is, en dan kun je merken. Leuk, hè? We hebben niet gedaan, trouwens, hè? Nee. Dat is een passieve scan, dus je kijkt wat er is zonder te hacken. Goed. Wat zijn de resultaten? Goed, dus in ieder geval wat wij hebben gevonden is alweer meer dan 50% van de IP-adressen zijn kwetsbaar voor serieuze kwetsbaarheden. Je ziet gewoon hier een breakdown per protocol. Dus, en dit is gewoon een percentage van die volledige random sample. Dus je ziet eigenlijk dat iets minder dan 50% van de HTTP IP-adressen hebben vulnerabilities. Je ziet ook FTP heeft ook een beetje. MySQL, dat is gewoon meer dan 50%. SMTP, je ziet ook iets minder dan de 50% van de SMTP-servers verouderd zijn. En dan met SSH... Ik zal het even voor u vertalen. HTTP, dat betekent dus dat is de taal waarin de website wordt gemaakt. Daar kun je mee klooien. FTP, dat is hoe de website communiceert met de server, hè, File Transfer Protocol. Als je daarin kan, dan kun je allerlei leuke documenten onderscheppen. Ja. Maar SQL, dat is de database die erachter zit. Hè, dat draait op allerlei dingen. Dus als je een tekstvakje hebt en je vult daar geen naam of wachtwoord in, maar een leuke code, dan gaat die ook open. Dat is ook leuk. En SMTP, nou, dat is ook mail en SSH, dat zijn bepaalde sleutels om versleuteld met elkaar te communiceren. En als dat niet werkt, dan kun je lekker ertussen gaan zitten en afluisteren. Heb ik het zo goed samengevat? Ja. Ah, mooi. Ik probeer het af en toe te vertalen, hoor. Dat, goed. Maar in ieder geval, van die services die kwetsbaar zijn, we hebben ook bepaald dat 64% van die vulnerabilities zijn wegens out-of-date kwetsbare software. Dus er ligt in andere woorden een heleboel meuk die gewoon nooit geüpdate is. Dus, we hebben natuurlijk ook wat dieper ingezoomd. Ik hoef natuurlijk niet heel lang... Maar dit is de top 10 dus. Ja, maar in ieder geval, we hebben ook een top 10 gemaakt. Allebei met die tools scans.io en ook met Shodan. Trouwens, wij hebben ook een tool gemaakt die wij vanavond gaan lanceren in de open source. Waar eigenlijk dat allemaal vandaan komt. Ja. Maar in ieder geval, maar Shodan en scans.io zijn een onderdeel van die databronnen die onze tool gebruikt. Ja, hier ziet u dus de beruchte CVE's, hè, de Common Vulnerabilities and Exposures. Ja. En er staat dus een nummertje bij, dus 2013, toen is het ontdekt. Ja. En een nummertje erachter, 4359. Ja. Nou, als je daarop doorklikt, dan zie je van als je dat doet, kun je dat. Nou, de tabel lijkt wel een beetje eng, maar ik kan het wel heel makkelijk uitleggen. Die CVSS-score is eigenlijk de belangrijke nummer waar je eigenlijk op moet letten.
Alles wat boven een CVSS-score van 5 heeft, is bovengemiddeld kwetsbaar. Oké? Okay? Want dit is eigenlijk een soort ratingsschaal van 1 tot 10. En 10 is gewoon helemaal kwetsbaar en 1 helemaal niet. Ja, dus in 10 kun je er alles mee doen. Ja, dus eigenlijk als wij kijken naar alle bijvoorbeeld FTP-servers die draaien, dit is gewoon echt hup de top 10 in de Nederlandse IP-space. En je ziet dat echt bijna alles, behalve 1, gewoon of 4 of 5 of ruim boven zit. En je ziet gewoon dat deze verouderde versies staan ook gekoppeld aan CVE's. En alweer de CVE's zijn een beetje indexen van omschrijvingen van de vulnerabilities. En dat is ook natuurlijk de eerste informatie die een hacker gebruikt als hij daarna een bepaalde service wilt exploiten. Want soms heb je ook bepaalde bekende exploit scripts of kan je ook zelf iets maken om daarna in die service te breken. Dus je ziet gewoon, het ziet er gewoon niet goed uit. Want als je kijkt naar de CVSS score, voor FTP is het behoorlijk hoog. Voor HTTP, een beetje 1/3 is wel oké. Maar de andere 2/3 zijn echt ruim boven de CVSS score van 5. We hebben trouwens ook een vergelijking gemaakt van de data van scans.io met de data van Shodan. En dat heeft precies dezelfde verhaal verteld. Dus dat is gewoon een bevestiging dat de data waarschijnlijk wel goed is. Dus je ziet ook weer de top 10, ook de score zit ook zo ongeveer op dezelfde lijnen. Ook nog met de top 10 van Shodan, ook van HTTP, precies dezelfde verhaal. Dus een heleboel services zitten gewoon op het Nederlandse internet die behoorlijk kwetsbaar zijn. Voor de rest, Shodan heeft ook nog gekeken naar andere vaak gebruikte services. Dus bijvoorbeeld, het heeft gekeken naar MySQL, ook naar SMTP, dat is gewoon een e-mail protocol. En ook nog naar SSH. En je ziet ook voor elke service dezelfde verhaal. Dus bijvoorbeeld voor MySQL, gewoon 2/3 van de top 10 versies van MySQL die draaien op het Nederlandse internet zijn behoorlijk kwetsbaar. Ook nog voor SMTP, je ziet het gewoon weer. Alles eigenlijk behalve 2 is gewoon bovengemiddeld kwetsbaar van de SMTP-servers die draaien in Nederlandse IP-space. Hey Mel, we willen natuurlijk ook wel zelf weten hoe we ervoor staan. Want als je zo'n score hebt en al die kwetsbaarheden. Je kunt het trouwens allemaal nog op een gemakje teruglezen. Het rapport is vandaag gelanceerd door SIDN. Je kunt het allemaal nog even nalezen. Klopt. Maar je kunt het dus ook omkeren. Hè? Dus je hebt die hele bak met data over heel de wereld. Daar hebben we Nederland uit geselecteerd. Dat hebben we op een slimme manier geordend. Dit is de statistische steekproef, maar je kunt het dus ook andersom doen. Je typt een URL-naam in. Ja. En dan komt het tevoorschijn waar je kwetsbaar voor bent. Ja. Dus, leuk, hè? Dus wij hebben ook een tool ontworpen. En wij wilden natuurlijk ook wel weten hoe het met TechTalk zit. dus we gaan ook nu even een snelle scan op jouw eigen IP-adres lanceren. Hou wel rekening, we zijn nu aan het doorzoeken met databases. Dus het duurt gewoon wel even om die informatie op te zoeken. In de tussentijd kan ik natuurlijk wel doorgaan met de presentatie en gewoon een beetje nog meer kwetsbaarheden laten zien op het Nederlandse internet. Dit is live. Ja, maar dit is verbinding nu live. Met dus, die database en dan ga je dus zoeken op mijn IP-adres. Ja, precies. Dus, dus we gaan nu allemaal laten zien wat verkeerd is nu met jouw IP-adres. Dus helemaal goed. Maar goed, maar in de tussentijd, we gaan even terug naar onze findings. Dit is ook nog een goeie. Het is een hele slechte, maar goed. maar dit is wel interessant in ieder geval. Passive SSL. Dus dit is ook een dienst van Cirque.lu. Dus eigenlijk die CCERT in Luxemburg. En die hebben eigenlijk een database gemaakt van passief geluisterde SSL-verkeer. Dus die maken eigenlijk een soort verzameling van SSL-certificaten. En uit die certificaten kunnen wij informatie vinden over bijvoorbeeld bepaalde cijfers of die checksums, gewoon die hashes, om te zien of zij op lijsten van bekende slechte SSL-certificaten zien. Dus wat wij hebben gevonden in onze kleine sample set, dat 6 van de 1300
In ieder geval SSL services die draaiden, hadden gewoon malware command and control certificaten. Nou, SSL, Secure Socket Layer, dat is dus als u HTTPS ziet. Hè? Dus als u bijvoorbeeld gaat telebankieren of u komt bij iets belangrijks waar je gegevens moet invullen, dan komt dus ineens zo'n S'je met zo'n slotje. Nou, dat betekent dat de certificaten uitgewisseld worden. Alleen ja, die worden natuurlijk ook weer gehackt. Dus daar moet je wel een nieuwe versie van hebben. Dus. Ja. Dus ook nog, wij hebben een paar andere interessante dingen gevonden. 11 van de 1380 hosts waren kwetsbaar voor Heartbleed. Dus Heartbleed is ook een redelijk bekende vulnerability inmiddels. Die eigenlijk ook over... Heb je dat gezien in het nieuws, Heartbleed? Ja. En in ieder geval, het gaat ook over OpenSSL en het feit dat je gewoon data kan halen uit de geheugen. Ja. Waar het eigenlijk helemaal niet bedoeld is. En op die manier kun je ook gewoon private keys en ja, gewoon in ieder geval dingen eruit halen die een aanvaller niet zou moeten hebben. Dus dat is wel erg. Ook nog, we hebben gekeken naar HTTP headers. En ook als jij vaak een pentest gaat doen voor een klant, dan een van de dingen waar je altijd naar kijkt zijn de headers. En dat vermoeilijkt bepaalde soorten aanvallen, zoals clickjacking en ook cross-site request forgery en dat soort zaken. Dus pentest is dus, je gaat laten zien dat je erin kunt. Hey, heb je TechTalk.nl al gescand? Nee, dat niet. Nee? Oh, sorry, je bedoelt met die tool. Ja, als er al wat uitkomt, dat ben ik natuurlijk vooral benieuwd naar. Het is nu een hele lijst. Ja, het is nu inmiddels klaar. Wat staat hier, Mel? Oké, dus wat staat hier? Ten eerste is dat, trouwens, die spin in het web, ik neem aan dat dat jouw hosting Ja, dat is mijn provider. Ja. Dus, dus je ziet wel dat de SMTP, de sendmail, is vermoedelijk een oude versie en heeft een geallieerde CVE, dus een vulnerability. Je ziet ook nog dat die headers... Klik maar gauw weg, anders gaan ze straks dat proberen ook. Waar ik het net over had, dat een paar van die headers die eigenlijk best practices zijn ook missen. Dus X-frame options, content security policy en... X-content type options. Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk die jouw hosting providers zou moeten herstellen. Ja. Dus, ja, en voor de rest, het was gewoon aan het kijken naar een paar andere servers. Heeft verder niks gevonden, maar. Goed. Maar goed, het heeft net vier dingen uit jouw IP gehaald. Oké, nou, het wordt gefixt. Ik heb gelukkig een kleine provider en die hoort mij heel vaak. Ik heb weer wat gevonden en dan moet er weer gefixt worden. Maar ja, dingen zijn gewoon verouderd of instellingen veranderen. En iedereen is kwetsbaar, u ook. En dat is eigenlijk de moraal van dit verhaal. Ja. Mel, super bedankt dat je dit hebt laten zien. Ja. Zoals gezegd, het rapport staat vandaag online. Ook met wat duidelijke conclusies. Ja. En u kunt in de kleine zaal, straks bij jouw collega John Sitzer, kunt u zelf ook even uittesten. Typ bijvoorbeeld in belastingdienst.nl, Nationaal Cybersecurity Centrum, Defensie. Kunt u het allemaal even uitproberen om te kijken of u erin kunt. Ja, het is misschien ook belangrijk om te zeggen dat die tool die ik net heb gedemonstreerd op techtalk.nl, die tool is nu echt openbaar en open source beschikbaar. Dus als jullie zelf de tool uit willen proberen, ga maar naar GitHub van Radically Open Security. Die tool staat daar. Allemaal van die databronnen waar ik het net over had. Het zit gewoon aangesloten. Dus jullie kunnen zelf thuis ook je eigen IP-adressen scannen. Als jullie dat zelf niet willen doen, kan ik dat ook zo meteen voor je doen in de speeddatezaal. Dus dankjewel. Ja. Nou, dankjewel. Melanie Riebeck. Hey, dan schakelen we even over naar jouw collega John Sitzer. Want die zit inderdaad samen met Rosalie in de speeddatezaal. Gaan we eens even kijken, want daar kunt u dus eigenlijk hetzelfde geintje ook doen. Eens even kijken, lukt het om te schakelen naar Rosalie of gaat het scherm nu even op zwart? Ja, hey Rosalie, daar zit jij met Chris. John Sitzer. Ja, ik sta hier inderdaad al met John, dat klopt. Hey John, we hebben het net op het podium is het al gaan over de scan. Is het al gelukt om dat hier te doen? Nee, want ik heb niet alle dataset die Melanie op haar laptop heeft staan, ook op mijn laptop. Maar ze komt zo meteen beneden, dus dan gaat het zeker goed komen. We hebben hele goede gesprekken gehad met een paar mensen al wel. Maar de echte scan zoals je die net in de grote zaal zag, kan ik hier op mijn laptop niet doen. Moeten we even op Melanie wachten. Oké, maar die komt nu elk moment deze kant op. Dus dan is het mogelijk, zoals Chris zei, belastingdienst.nl, vul het in. Maar misschien ook je eigen website. En dan, als het goed is, krijgen ze ook meteen te horen wat ze dan kunnen doen, hè, als er zwakheden worden aangetroffen. Ja, want van elke zwakheden die we kunnen vinden, weten we ook wat de oplossing voor moet zijn.
Dus kunnen we absoluut advies opgeven, ja. Oké, okay, top. Nou ja, als je een website, je eigen website, wat dan ook wil opzoeken, kom dan zometeen naar de Speeddatezaal. Of als je een andere vraag hebt, kom vooral deze kant op. Terug naar jou, Chris. Dankjewel, Rosalie en John. Oké. Okay. Bent u er nog? Ja, ik dacht, ik doe het allermoeilijkste doe ik meteen in het begin. Dan zitten we er meteen goed in, want het is een beetje een maf publiek hier. Er komen mensen echt vers van Alert Online, die alles weten van hacken, van weet je wel niet allemaal moet. Mensen die normaal bij TikTok komen, denken, nou, het zal er vanavond weer eens zijn. Misschien dat u toevallig gewoon langskwam en hier binnenkwam. Ik, waar gaat dat nou eigenlijk over? Even terug naar de basic. De MKB'ers, de kleine ondernemers, die iets moeten doen aan veiligheid. Die hebben ontzettend veel over zich heen gekregen afgelopen maanden. Goede dingen. Heel veel campagnes vooral, om die mensen te helpen. We hebben bijvoorbeeld gehad de Week van de Ondernemer. De campagne Veilig Zakelijk Internetten. Week van de Privacy is afgelopen week geweest. In Europa hadden we de European Cybersecurity Month. Morgen begint InfoSecurity. En er was ook de Week van de Veiligheid. En ik dacht, om nou even een reality check te doen van, hoe leeft het nou onder die ondernemers, onder die MKB'ers? Zijn we naar de Week van de Ondernemer gegaan om eens een paar van die ondernemers te spreken. Om te kijken van, ja, leeft het eigenlijk wel bij jullie, cybersecurity? Toen spraken we deze man. We staan hier op een beurs voor veiligheid, veilig ondernemen. En we hebben hier een directeur van een installatiebedrijf. Hoeveel mensen werken bij uw bedrijf? Wij werken met 15 mensen binnen ons bedrijf. En dat zijn allemaal installateurs en iemand die de administratie doet, neem ik aan? Dat zijn ongeveer 11 installateurs en 4 mensen op kantoor. Ja. Okay. Ja. Als ik zeg digitale veiligheid, wat doen jullie aan digitale veiligheid? Wat wij zelf doen aan digitale veiligheid is dat wij de proces, laten we zeggen, van digitale handelen, e-mailen, internet, hebben vastgelegd in ons bedrijfsreglement. Okay. Dus er is een soort veiligheidsbeleid specifiek voor digitale veiligheid? Ja, we hebben goed nagedacht over wat er allemaal mis kan gaan. En om dat te voorkomen hebben we bepaalde zaken gewoon geregeld binnen ons bedrijf wat betreft digitale veiligheid. Kunt u daar een paar voorbeelden van geven? Het bezoeken van bepaalde websites is bij ons strikt verboden. Dus als je dat doet en je komt daarachter, dan is dat een reden voor ontslag. Er is een strikte reglement met betrekking tot e-mail. Ja, dat soort zaken hebben wij goed geregeld. Ja, want welke regels zijn er ten aanzien van de e-mail? Wordt dat versleuteld? Of, Nou, sowieso vinden wij het belangrijk dat het e-mailverkeer allemaal gelijkwaardig is. Hè? Dus dat je er allemaal op dezelfde manier brieven beantwoordt. Wij maken gebruik van Google. Dus we hebben een professioneel account van Google. En ja, dan is dat e-mailadres of het e-mailverkeer is voor een deel ook versleuteld. Ja. Oké, dus het staat in de Google Cloud, zoals men zegt. Ja, precies. Ja. Ja. En het wachtwoordenbeleid? Het wachtwoordenbeleid is zo dat elk half jaar bij ons de wachtwoorden worden gewijzigd, automatisch. Die worden gewijzigd, of moeten mensen dat zelf doen? Nee, dat wordt vanuit de directie wordt dat gedaan. Dus je krijgt een wachtwoord toegewezen. Je mag het niet zelf bedenken. Oh, oké. Okay. Elk half jaar? Ja. Hoe is jullie beleid ten aanzien van als mensen willen mailen vanaf hun eigen tablet of smartphone? Daar hebben wij geen probleem mee, mits het binnen de perken blijft. Ja. Okay. Dus je mag je eigen toestellen gebruiken? Ja, klopt. Okay. Krijgt uw personeel ook digitale veiligheidstraining? Ik moet er even heel diep over nadenken of ze dat echt krijgen. Nou, wij houden zogenaamde toolbox meetingen. Dat heeft dan meer te maken met ons bedrijf en wat we precies doen. Maar een onderwerp daarin is ook digitale veiligheid, omdat we ook te maken hebben met digitale veiligheid bij onze klanten. Ja. Wij verkopen ook beveiligingsinstallaties en camerasystemen. Dat soort installaties zijn altijd voorzien van een wachtwoord. Ja, en moet daar ook een wachtwoordbeleid op gegeven worden natuurlijk. Oké, dus jullie hebben ook digitale veiligheidsbeleid ten aanzien van jullie klanten. Dus als ze een camerasysteem komen, dan instrueren jullie hoe daarmee om te gaan. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja. Nog even over uw eigen organisatie. Als een medewerker een incident heeft, hè, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, krijgt een mailtje binnen en ineens gaat zijn hele pc op zwart. Bij wie moet die dan zijn? We hebben één persoon binnen ons bedrijf aangewezen die verantwoordelijk is voor de ICT. En hij moet het daar melden. En ja, als dat inderdaad een bepaalde vorm van spyware of iets anders is, dan nemen we daar actie op. Ja.
Hoe bepaalt u welke informatie kritiek is aan uw bedrijfsvoering? Het is zo dat bepaalde informatie bij ons intern blijft. Hè. Dus zoals ik al zeg, wij maken gebruik van Google met e-mail. Maar echt digitale informatie van onze klanten blijft binnen ons pand. Ja. Dus het wordt niet in de cloud gehost. Okay. En hoe gaat u met backups? Backups worden één keer per week gedraaid intern. Dus elke dag wordt wel een backup gemaakt op een tweede pc of op een server. Maar één keer per week gaat echt de informatie ook naar buiten. Ja. Dus dan nemen we hem ook echt mee op een harddisk. Okay. En hoe is dat dan beveiligd? Die gaat in de kluis bij mij thuis. Fysieke kluis? Ja, precies. Okay, kijk eens aan. Ja. Nou, u heeft ook veel klanten als installatiebedrijf waar u ook digitale installaties aanbrengt. Camera's, dat soort dingen. Wat voor problemen komt u daar vooral tegen? Waar heeft u een opvoedende functie naar uw klanten toe? Het hangt een beetje van de grootte van de organisatie af. Bij de wat grotere bedrijven merken wij dat het allemaal best goed geregeld is. Er zijn echt wel firewalls. Je komt daar niet zomaar in. Hè? Dus ook als je op een netwerk van een klant wat wil doen, dan mag dat niet zomaar. Wat wij merken bij de wat kleinere organisaties is dat het soms echt een ratje toe is. En dat soms de routers nog steeds voorzien zijn van het standaard wachtwoord. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Bijvoorbeeld, of admin, of hè, noem maar op, dat van alles. Nou, ik denk dat we het zo wel hebben. Tot slot, wat is uw gouden tip aan kleine ondernemers als het gaat om digitale veiligheid? Nou, dat is eigenlijk een hele simpele tip. Denk erover na. Want de meeste ondernemers doen dat gewoon niet. Ja, dames en heren, denk erover na. Deze meneer heeft er goed over nagedacht, niet? Wie zag ze? Er zaten 3 fouten in. Iemand? Die e-mailadressen. Ja, oké. Okay. Ja, hij past hun wachtwoorden aan, die stuurt hij dus naar hun. Nou, die gaan mensen nooit onthouden, die gaan ze over opschrijven, mailt hij misschien. En ik vroeg hem achteraf, die harddisk van jou, is die versleuteld? Hoe bedoel je? Daarom heeft zijn naam er niet onder gezet, de goede man bedoelt het goed. Maar dit is dus waar we mee te maken hebben, met mensen als hij. Een ondernemer die gewoon zijn zaak wil laten draaien. Heeft inmiddels schaalgrootte om een IT-manager te hebben. Die doet het ook maar naar goed geweten. Maar er gaan altijd wel dingetjes fout. En zoals Melanie al liet zien, bij de meeste mensen zitten er al heel veel kwetsbaarheden. Nou, zult u zich afvragen, als het dan allemaal zo slecht beveiligd is, waarom gaat het dan nooit mis? Nou, het gaat behoorlijk vaak mis. De statistieken schieten omhoog. Ik zal u geen bedragen noemen, laten we het een beetje concreet houden. Het is nog niet helemaal in het nieuws geweest. Brandpunt heeft er vorige week heel kort even aandacht aan besteed. 1500 MKB'ers gehackt. Flink wat geld gestolen van hun door hackers. Ik laat het item even zien en daarna vertel ik wat er precies gebeurd is. In deze casus hebben we gezien dat er in elk geval 1500 computers besmet waren met een virus. De tweede zaak die we bij de politie mogen volgen. Het MKB-dossier. Honderden computers van midden- en kleinbedrijven zijn gehackt. De criminelen stuurden een mail met een vraag over een openstaande factuur. Nou, een bedrijf die denkt, oh, we moeten even kijken of die factuur wel klopt dan. En die klikt op die bijlage. En op dat moment nestelt die virus van zo'n softwarepakket, nestelt zich in de computer, waardoor een crimineel toegang heeft tot die computer. De crimineel kan niet alleen meekijken in computers, maar zelfs de boekhouding aanpassen. Zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie. En wat zij deden is eigenlijk, en ik zal hem hier laten veranderen, is een ander rekeningnummer intoetsen. Dat heb je natuurlijk nooit in de gaten. En dat zie je niet, want niemand kent al die bankrekeningen uit hun hoofd. Maar dat zien ze bij de bank dan toch, dat de naam en het rekeningnummer niet overeenkomen? Voorheen zou de bank dat controleren, maar sinds wij de IBAN ingevoerd hebben, wordt dat niet meer apart gecontroleerd. Binnen 2 maanden is er 1,5 ton overgeboekt naar een verdachte bankrekening. En op het moment dat het geld was overgemaakt, dan renden zij naar de pinautomaat en dan haalden ze het geld eraf. Dat was Petra Haandrikman. Ze zou er ook eigenlijk zijn vanavond. Alleen is dat privé iets, dus ik heb er even gebeld. Want kijk, in Brandpunt moet het even kort en snel. Wat is er nou eigenlijk precies misgegaan? Maar toen ik een beetje doorvroeg, toen kwam ik achter iets bijzonders. Want wat was er nou precies gebeurd? De bank die had dus als eerste iets ontdekt. Ze hebben namelijk een aantal rekeningnummers die bijvoorbeeld al verdacht zijn. Die worden gebruikt door zogenaamde money mules.
oftewel geldezels. Dat zijn mensen die meestal niet zo slim zijn en dan komt er iemand langs en die zegt van hey, ik heb een beetje een probleempje met mijn rekening. Ik maak 10.000 euro aan je over, krijg je 100 euro voor, want dan kan ik tenminste cashen. Oh, nou, dat is prima. Dat zijn van die verdachte rekeningen, die worden daarvoor gebruikt. Die bank die zag dus een aantal verdachte transacties en die is toen gaan kijken van waar wordt er ingelogd, waar komt dat vandaan? Nou, toen hebben ze Team High to Crime gebeld en op basis van IP-adres konden ze dus zien van nou, daar zitten ze waarschijnlijk. En ja, nu loggen ze in en dat gaat niet zachtzinnig, want dan rennen echt 10 agenten naar binnen. Dan wordt die jongen, het is meestal een jongen, die wordt meteen tegen de grond gedrukt, want je wil die computer, terwijl die nog draait, wil je die veiligstellen. En dat is gelukt. En toen kregen ze de zogenaamde command and control server. Dus dat is de server die steeds inlogt en al die grappen doet. En toen ontdekten ze dus hoe ze binnen waren gekomen bij de MKB'ers. Nou, hadden ze dat gedaan? Ze stuurden eerst de zogenaamde spookfactuur. Nou, we zijn allemaal gewaarschuwd, spookfacturen, moet je goed opletten. En daar stond dan iets vaags in. En daar was een soort van geblurd. En daar stond dan bij, vanwege privacy, zijn de persoonsgegevens geblurd. Maar als u hierop klikt, dan krijgt u een tooltje waarmee u het alsnog kunt zien. Nou, dat voelt hem aankomen. Dat was de malware, zogenaamde RAT, Remote Access Tool. Daarmee konden ze dus in de servers van die MKB'ers, alleen konden ze geen geld overmaken, want tegenwoordig heb je daar tandcodes voor nodig. Die hadden ze dus niet, maar ze hadden inderdaad gewoon gezien van, oh, hier een Excel-sheetje, zo simpel is het vaak, of een Word-document. Rekeningnummer aangepast, met name van de Belastingdienst hebben ze dat vaak gedaan, want je hebt heel vaak facturen van de Belastingdienst die je als ondernemer moet overmaken. En zo zijn ze dus op spoor gekomen dat twee jongens, één Wizkid, één die heel snel was en heel slim, die heeft het allemaal technisch opgezet. En één, zal ik zeggen, gewone crimineel, die heeft hij voor die money mules gezorgd en dat de cash terugkwam en leuke dingen doen. Nou, klinkt op zich als een plausibel scenario. Alleen vroeg ik me af, als nou 1500 MKB'ers gehackt zijn, waarom heeft nou geen enkel van hun aangifte gedaan? Of in ieder geval de moeite daarvoor gedaan? Nee. Die zijn zo druk bezig met ondernemen dat het aan de bank was om dat te ontdekken. En anders hadden ze pas veel later erachter gekomen. Nou, Team High to Crime heeft dat in 9 weken opgelost. En de MKB'ers, ik weet eigenlijk niet hoe daarmee is afgelopen. Of ze daartegen verzekerd zijn, omdat ze gewoon hun geld kwijt zijn. Maar het is in ieder geval een wijze les. In de cybercrime is dit een kleine zaak, maar dit gebeurt dus continu. Ja, dat is zwaar kloten. Nou, dan gaan we alleen nog een stukje opvoeren. Want als ondernemer heb je natuurlijk niet alleen geld, je hebt natuurlijk ook nog een hoop persoonsgegevens. Daar kunnen we ook hele leuke dingen mee doen. En daar komt een wet aan, de meldplicht datalekken. En die zegt dat als zoiets gebeurt, moet je dat dus melden bij de gebruikers, maar ook het CBP. Dus we gaan nu over naar het datalekken debat. En we doen dat met Udo Oele en Mirjam Bink. Ik kom even staan. Ja. Nou, welkom. Jullie hebben het allemaal mooi kunnen bekijken vanaf het balkon. Hoe vond je het eerste item? Was een beetje technisch, hè? Beetje. Ja, nogal, hè? Ze tazelde mij een beetje. Ik snap ook wel waarom veel ondernemers dat allemaal niet snappen en weten. Nee, inderdaad. Dus daarom zijn we blij dat jullie er zijn. Want jij neemt het op voor de ondernemers en jij voor het College Bescherming Persoonsgegevens. Want Udo Oele, je bent jurist, nu 4 jaar hoofdtoezicht private sector. Daarvoor 3 jaar hoofdbedrijfsvoering bij het CBP. Jij was ook voorzitter van de VVD in Rijswijk. Dus klopt. Je weet wel een beetje hoe ondernemers denken. Zeker. Dus waarschijnlijk zelf ook wel ondernemend zijn. Je heeft nog bij het kadaster gewerkt. Nou, daar heb je ook nog een tijdje mee verbonden geweest, Mirjam. Je bent medeoprichter van ONL voor ondernemers. Yes. Jullie nemen het echt op voor de ondernemers. Regiovoorzitter MKB Nederland was je. Je hebt ook in het bestuur van de Kamer van Koophandel gezeten. Sociaal Economische Raad. Je was ook nog, en dat is ook wel leuk, minister voor Communicatie en Organisatie in het schaduwkabinet. We hebben een schaduwkabinet. Met alleen maar ondernemers. En dat is dus een kabinet met ondernemers die niet zeggen wat er mis is, maar die vertellen het kabinet hoe het beter kan. Nou, we hebben nieuwe verkiezingen gehad en nu ben je minister van Start-up en Regeldrukvermindering. Nou, dat is ook wel kicken, ja. Dus, je hebt ook bestuursfuncties. Nou, nu niet. Heb je niet te druk met besturen of ondernemen? Of je bent ook nog wel ondernemer? In de eerste plaats ben ik gewoon een ondernemer. I'm a recruiter, hè? Ja. Dat is wat jij doet. Ja. Wat doen jullie daar? Wij werven mensen via het internet
voor onze opdrachtgevers. Dus ik heb eigenlijk best wel veel met internet te maken. Ja. Al heel lang, maar het was toch nog best wel veel informatie. En heel veel ingezette persoonsgegevens van mensen natuurlijk, als je ze werft. Ja, maar niet in een eigen database, dus dat scheelt weer. Dat staat in de Google Cloud. Naar LinkedIn en zo. Daar maak ik gebruik van. Van bestaande informatie. Dus bestaande, kijk, dat is veel beter. Maar, zeven. Hey, maar jij kent die ondernemerswereld van begin af aan. Je hebt ook hotelschool gedaan natuurlijk. Ja, hier. Maar wat kom jij zelf tegen in de dagelijkse praktijk van ondernemers als het gaat om digitale veiligheid? Nou ja, dat eigenlijk de meeste ondernemers daar niet mee bezig zijn, tenzij het hun vakgebied is. En dat is denk ik ook wel het grootste probleem. Als je aan het ondernemer bent, dan ben je dat vooral aan het doen. En dan is alles wat met IT te maken heeft, dat hangt eromheen of is ondersteunend. Maar het is niet een primair iets waar je mee bezig bent, totdat het misgaat. Ja, en dan pas gaan ze wat doen, maar dan is het te laat. Ja, vaak wel. Ja, heb je ook zelf wel eens iets meegedaan? Ja. Huh? Ja, ik heb een keer meegemaakt dat iemand die ontslag nam, daar spijt van had. En zo boos werd midden in de nacht dat hij probeerde in te breken. En toen had ik geen goed wachtwoordenbeleid. 1, 2, 3, 4, 5, admin. Ja, dat heeft overal ingelogde dingen en geprobeerd echt heel bewust allemaal dingen stuk te maken, te verwijderen en drama. En nou, dat was een ritje naar het politiebureau, 2 dagen later. Je wist wel dat die het was? Nou, dat duurde even, maar de hostingpartij was dan zo vriendelijk om te kijken vanuit welk IP-adres en toen was 112 en wist waar het vandaan kwam. Politie doet er toch al wat aan, dat is wel mooi. Nou, het wordt dan wel een civiele zaak. Oké. Dat is dan helaas... Ja, maar wel opgelost. Wel opgelost. Okay. En een wijze les. Ja, zeker. Nu doen we het beter, toch? Ja, absoluut. En ik waarschuw iedereen ervoor. Want dat is wel iets wat ook bij ons natuurlijk ligt, die verantwoordelijkheid. Is zorgen dat ondernemers zich er bewust van zijn. Ja. Want het is een gevaar. En het kan je eigen business kan het heel moeilijk maken. Maar je bent er ook minder betrouwbaar naar je opdrachtgevers toe. En dat geldt voor alles waar je in zaken... Het kan uiteindelijk kan het je geloofwaardigheid... Is de grootste schade in die reputatieschade? Je ligt eraan denk ik wel in welk vakgebied je zit, maar ik denk over het algemeen dat zeker als je over data hebt en gegevens van je klanten en van consumenten, als je daar niet goed voor zorgt, dan is je reputatie weg. Naar de maan. Nou, en binnenkort moet je dus ook gaan melden als je data gelekt hebt. Udo, maar eerst, hoe was je week? Want we hadden de week van de privacy. En het is wel leuk, want alle soortgenoten die in andere landen zitten, Data Protection Officer, agent, hoe ze ook heten, die komen elk jaar samen ergens in de wereld om met elkaar vooral de mop hoe slecht wel niet gesteld is met de persoonsgegevens. Nee, en dan gaan ze kijken hoe kunnen we het beter doen, hè? Want in ieder land is dat dan weer anders. En nu was Nederland aan de beurt, hè? Dus jullie waren eigenlijk gastheer. We waren gastheer en het was een, misschien om scheidend te zeggen, maar het was een geweldige week. Ja. En... privacy professionals uit de hele wereld inderdaad bij elkaar. En we hadden één centraal thema. En dat was privacy bridges. Om te kijken hoe we praktische brug kunnen slaan tussen de verschillende werelddelen. Om het leven van ons allemaal net wat makkelijker te maken. Ja. Omdat in al die verschillende werelddelen er verschillende regimes gelden. En dat is voor ondernemers heel vervelend, maar dat is ook voor dataprotectieautoriteiten is dat vervelend. Dus voor burgers is dat ook heel erg vervelend. Dus om te kijken om dat net allemaal voor ons allemaal wat makkelijker te maken. Nou, en daar is vorige week een basis voor gelegd. En we hopen dat in de komende jaren verder te gaan uitbouwen met mensen uit de hele wereld. Maar makkelijker voor wie? Voor de mensen die de privacy moeten beschermen? Voor de mensen die beschermd worden? Of de ondernemers? Uiteindelijk voor iedereen. Om op het thema maar te blijven data lekken. Je hebt allerlei in de hele wereld verschillende wettelijke verplichtingen om data lekken te melden. Mm-hmm. Alleen al in Amerika geldt voor bijna elke staat geldt een aparte wettelijke verplichting. In Nederland komt die eraan. In een aantal andere Europese landen bestaat die ook. En op het moment dat jij dus een multinationaal opererend bedrijf bent en je hebt een datalek, dan moet je dus bij heel veel autoriteiten inderdaad op allerlei verschillende manieren gaan melden. Ja. Je moet op allerlei verschillende manieren, in allerlei verschillende omstandigheden, moet je wel of niet naar burgers gaan melden. En een van die praktische bruggen die wij hebben voorgesteld, of die zijn voorgesteld, dat is dus om te komen tot een geharmoniseerd systeem om data breaches, datalekken te gaan melden aan zowel autoriteiten als aan burgers. Binnen dezelfde termijnen, et cetera, et cetera. Nou, er is natuurlijk ontzettend veel voor nodig, dus dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Maar dat zijn een van die dingen die uiteindelijk voor en de ondernemer en de burger, maar ook inderdaad voor de dataprotectieautoriteiten zelf, tot een grote verbetering zou moeten kunnen leiden. Ja, want vooralsnog kon u alleen een last onder dwangsom geven. Hè? Dus stel, u bent een MKB'er en
een hele database met bijvoorbeeld datingprofielen, om even iets interessants te noemen. Die blijkt, hè, via die scan van Melanie, je kunt erin, en iemand heeft het ook gedaan, hè, dan wordt dat gemeld. En dan zeggen jullie van, hey, je moet het wel heel snel fixen en die mensen ook op de hoogte brengen daarvan. Jullie krijgen zoveel de tijd en als je dat niet doet, dan krijg je een boete. Binnenkort kan het dus zo zijn met de meldplichtdatalekken, dan moet je het melden. En als je dat niet doet, dan krijg je een boete. Nou, wat kunnen ondernemers zich er ongeveer bij voorstellen? Wanneer krijg je een boete, hoe hoog? En... Nou ja, om het laatste te beginnen, het kan maximaal €810.000 zijn. Dus dat heb je dat, meer? Ik denk dat voor de vele ondernemers dat een hele hoop geld is. Maximaal. Oh, maximaal. Minimaal? Minder. Ja, oh, er is geen minimum. Ik kan ook zeggen €5. Ja, minimum kan €1 zijn, een symbolische boete. Maar dat is bewijs van. Hè. Maar daar gaan we maar niet daar gaan het we niet wel uit. Af natuurlijk. Het gaat juist, hè, het is niet ons grootste droom om voortdurend boetes uit te delen. We willen juist, en dat blijkt ook wel uit het filmpje en dat blijkt ook uit de scan, we willen juist dat die awareness omhoog gaat bij ondernemers, bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. Zorgen dat de beveiliging op orde komt en zorgen dat op het moment dat het toch echt misgaat, dat wordt gemeld bij ons en in onder omstandigheden ook bij betrokkenen, zodat zij adequaat maatregelen kunnen nemen. Op het moment dat een burger weet van mijn wachtwoorden zijn gestolen of wat dan ook, dan en hij krijgt daarvan een melding, dan kan hij zelf er actie op ondernemen. Weet hij het niet, dan bestaat er het risico dat er met die gegevens gefraudeerd gaat worden. Dat hij daar echt hele vervelende gevolgen van gaat ondernemen. Ja. Nou, en wat we tot nu toe zien, is dat, tuurlijk, er zijn beveiligingsproblemen. Dat blijkt ook uit die scan. Dus we hopen dat die problemen sowieso minder worden. Op het moment dat het dan toch nog een keer misgaat, dat nu is de houding, we schuiven het onder het tapijt. Want we zijn bang voor die reputatieschade. Mm-hmm. Maar op het moment dat je daar dan transparant over bent, dat je er eerlijk over bent, je meldt het, je neemt adequaat maatregelen en je zorgt ervoor dat het snel wordt gefixt, dat bijdraagt gewoon A aan het totale niveau van beveiliging, maar B ook uiteindelijk wel in het vertrouwen dat je gewoon serieus met je klantgegevens omgaat, met je werknemersgegevens omgaat. Ja. En handel je zo, dan hoef je niet bang te zijn voor een boete, schuif je het onder het tapijt en komen er wel achter, dan heb je een grote kans dat je boete krijgt. Want dat was juist niet de bedoeling. Okay, dus Udo is hier om de ondernemers te helpen dat ze niet die reputatieschade krijgen. Mooi, hè? Nou ja. En Mirjam was hier om mij te helpen, want zij begon gelijk al. Ik dacht, dit is helemaal geen debat. Nee. Begonnen over reputatieschade. Je moet het goed op orde hebben. Dus dat kan wel weer naar boven gaan. Ja, maar of denk je van, hier hebben we helemaal niks aan. Waar ik me wel vooral zorgen over maak, is of ondernemers in staat zijn om het goed te kunnen beveiligen. Dat ze weten dat ze dat moeten doen. En dat het niet, zeg maar, gebeurt, op het moment dat het gebeurt, door buitenaf wordt het dan ingebroken. Het is niet hun schuld, zeg maar, dat het gebeurt. Het is misschien wel hun verantwoordelijkheid dat ze het goed moeten beveiligen. Ja. En de vraag is, als dat dan gebeurt, of dat niet het risico is dat hun hele tent niet meer bestaat daarna, vanwege die reputatieschade, en dat je daarmee uiteindelijk niet iets verbetert, maar dat er gewoon een ondernemer minder is. Nou, stel je voor inderdaad, zo iemand als Melanie, hè, die kijkt op, noem maar iets, techtalk.nl. Mm-hmm. En die ziet dat iedereen die zich aanmeldt, dat die database gewoon te downloaden is. En zegt, hey Chris, je moet wel dat instellen, je moet dat verbeteren, want anders dan, komt nog Mel. Een half jaar later belt ze weer, hey Chris, nog steeds niet gefixt. Kom, ik ben nu druk bezig met mijn programma. En dan belt ze jou. En dan zegt ze, die Chris, die loopt data te lekken. Mm-hmm. Udo, kunnen we hier niet iets aan doen? Hoe reageer je dan op dergelijke ethische hackers? Ja, als zij dat bij jou heeft gemeld en jij hebt er niks aan gedaan en jij lekt inderdaad data. Er is nog niets gelekt, maar het kan en ik doe er niks aan. Oké, dan is het op dat moment eigenlijk alleen nog maar een beveiligingsprobleem. Dan is het nog geen datalek. Okay. Op het moment dat er echt persoonsgegevens weg zijn, gestolen zijn, vernietigd zijn, dan spreken we van een datalek. En anders is het alleen nog maar een beveiligingslek. Dat soort signalen pakken wij nu ook al op. Want met onvoldoende beveiliging overtreed je op dit moment al de wet. Ja. Want de wet schrijft voor dat je passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens goed adequaat beschermd worden. Ja. Jullie hebben daar richtsnoeren voor gemaakt. Die zijn in februari 2013 uitgekomen. Ja. Met een plan, do en check act cyclus. Nou, dat zal je wel aanspreken. Ja. Ken je die richtsnoer? Zeker. Ja, omdat ik me natuurlijk heb voorbereid. Oh, oké, maar daarvoor nog niet.
Wat vond je van de tekst? Laten we het zo even zeggen. Als je die tekst leest, denk ik, nou, hey, top, dat heb ik gedaan. Nou ja, dat is het algemene wat ik natuurlijk met het hele onderwerp heb. Is dat, je bent je er eigenlijk niet van, ik ook niet. Ik ben me er onvoldoende van bewust. Ja. Dit is dan de gelegenheid dat je erin gaat lezen. Nou, dat je erachter komt dat er ook een Europese wetgeving, dat ze ermee bezig zijn. En dat je dan een nieuwe Nederlandse wetgeving. En dat ik dan als ondernemer denk, oh, weer een regel, iets waar je iets mee moet. En komt wel. Komt weer en we zijn al zo hard aan het vechten om gewoon... Ja. Udo, help er even. Die ondernemers die gewoon gefocust zijn op de ten draaien. Hoe, mag ik één vraag stellen? Oh ja, tuurlijk. Ja. Je mag zoveel vragen. Ik vraag me nou af, als je nou even vanuit de kwaadwillende... en je wil je concurrent iets aandoen, zeg maar... en je zorgt dat daar wat opening en dat daar misbruik wordt gemaakt... dan gaat en ze moeten het dan verplicht melden... Ja. Oh, ja, dat wat is een dan bekend wordt. Ja. Ja. En dan... Maar niet elke melding van een datalek zal leiden, althans... op het moment dat je het bij ons meldt, dan gaan wij dat niet naar buiten brengen. Op dat moment treedt niet de reputatieschade op. Die oh, het kan dus ook achter de schermen afgehandeld worden? Zeker, dat zal... Ja, maar die verplichting om al je klanten dat dan te laten, wel, die blijft dan wel, of is er wel een soort van redelijkheid en billijkheid wanneer er... Nou, op het moment dat het ongunstig of mogelijk ongunstig gevolg kan hebben voor de betrokkenen, zo staat dat in de wet, het zijn vreselijke termen, dan moet je het aan de klanten gaan melden. En wanneer daar sprake van is, dat is op het moment dat je bijvoorbeeld geen maatregelen hebt getroffen die die gegevens bijvoorbeeld beschermen tegen, door middel van encryptie of wat dan ook. Dus op het moment dat je ze versleuteld hebt en op het moment dat er sprake is van... echt gegevens die echt kunnen leiden tot ongunstige gevolgen. Kijk, een... Geef een paar voorbeelden. Heel eerlijk, ik heb geen idee natuurlijk. Nee. Ik hoop dat mijn hosting service het goed... Nee, net zoals wat jij zag, dat je bij je hosting service iets niet goed is. Ja, dat zou bij mij ook kunnen gebeuren. Ja. Geen idee. Ik ga er maar vanuit dat zij het goed doen. Ja, maar dat is prima. Maar dan moet je dan wel afspraken gaan maken met je hosting server of met wie dan ook. Op het moment dat ik een bedrijf run, heb ik ook... Ik heb geen verstand, ik ben jurist, Chris zei het net, ik heb geen verstand van cijfers. Dus zou ik een bedrijf hebben, huur ik een boekhouder in. Nou, jij zegt, ik heb geen verstand van security, huur je dus een bureau in, wat er wel verstand van hebt. Je probeert gewoon op al die onderdelen, probeer je gewoon je business goed te runnen. Want wie is uiteindelijk dan de verantwoordelijke? Ja. Dat als wij een site hebben draaien, en die provider die heeft bepaalde instellingen niet goed gedaan. Ja, jij bent verantwoordelijk. Maar ik had dat kunnen weten, ik ben dan verantwoordelijk als ondernemer. Ja. Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk. Dus het gaat erom dat wij stevig onderhandelen naar onze providers, van is dit veilig of niet? Dat is wel heel verstandig, ja. Maar eer wij in staat zijn om al die ondernemers zich daarvan bewust te laten worden, dat is wel de grootste zorg van mij. Ja. Ik denk dat maar heel weinig mensen het meekrijgen en we proberen natuurlijk op alle mogelijke manieren die bewustwording te verhogen. Ja. Ja. Maar de meesten zullen het niet weten en inderdaad net zoals ik toch maar het vertrouwen hebben in mijn... hostingpartij, dat ik de goede heb gekozen. En ook, net zoals een CRM-systeem, ik ga ervan uit dat het de goede beveiligde is. Nou ja, ik ga hier zo meteen denk ik ook maar eventjes bij mevrouw Laks even checken. Dat zeker. Anders doe ik het wel. Oké, nou, ik hoor het al. Ik zou zeggen, ga vooral even kijken in de speeddatezaal voor inderdaad adviezen over waar je nou op moet letten als je IT uitbesteedt aan anderen, standaarden, dat soort dingen. En ook specifiek voor MKB'ers, hè, die content management systemen, is een crime. Belangrijkste boodschap, je bent dus uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Ja. Let daarop. Nou, Udo wil wel helpen met richtsnoeren, dat je dat goed inkleedt, dat je erop let. Ja, en wij ondernemers, misschien moet het gewoon een keertje misgaan. Maar dat is wel, weet je, dat hoort wel bij ondernemen. Hè. Vallen opstaan, soms is het gewoon gaan. En dat zie je vooral bij snelle groei. Je gaat en je komt af en toe, kom je, vallen wat Spaanders en dan... Ja. En dan wil je een leuk verhaal. En je doet het niet bewust, maar soms gebeuren er dingen. En als het misgaat. En er is een belangrijke rol ook voor organisaties als die van jou, om ook om die awareness te vergroten. Oh ja, absoluut. Er zijn veel brancheorganisaties die hier aandacht aan het besteden zijn. En dat zien we alleen maar toenemen. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Want ik snap ook best wel dat het... misschien niet top of mind is bij alle ondernemers. Ja. Omdat je denkt dat je het goed hebt geregeld, omdat je spin in het web hebt ingehuurd of Microsoft hebt ingehuurd of wat dan ook. Maar daar moet je uiteindelijk, kun je daar niet van uitgaan. Je moet jezelf van verzekerd zijn dat het inderdaad goed is en je moet goede afspraken met die partijen gaan maken op het moment
dat er zich wel een probleem gaat voordoen. Maar dat is wel het lastige. En dat zie ik ook vanuit mijn eigen organisatie. In de communicatie die je hebt naar al je, naar je hele achterban. Ja. Is, al is het maar een nieuwsbrief die je stuurt met een aantal nieuwe regels. En je ziet al dat ze daar niet op klikken. Ze klikken op de leuke inspiratiedingen. En waar ze, ja, ondernemers willen helemaal niet met al die lastige dingen bezig zijn. Ga dit leuke brengen, zou ik zeggen. Nou, daar moet je dan wel even mee helpen. Nou, laat ik toch even een positieve twist eraan geven. Wat je ook zou kunnen doen natuurlijk is bij ondernemers handelen steeds meer met informatie. En onder het publiek is er ook steeds meer bewustwording dat het mis kan gaan. Kun je je nou ook als ondernemer onderscheiden? Dat je zegt, wij doen het wel goed. Hè? Kijk, absoluut. Dat ik zeg van die Common Vulnerability Exposure op mijn site. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik ga er wat aan doen. Ja. Er zullen mensen zeggen, oh, dan moet je niet meer bij Chris komen. Maar er kunnen ook mensen zijn die zeggen van, hé, blijkbaar is Chris daar goed mee bezig. Maar ik denk dat daarom het ook heel belangrijk is dat we één Europese richtlijn in ieder geval hebben. En dat je een levels playing field hebt. Op het moment dat je wil onderscheiden en je gaat exporteren of je bent met het buitenland bezig. Dat je niet in elk land weer opnieuw moet uitzoeken hoe alles werkt. En daarom komt hij eraan. 1 januari. En dan zijn we allemaal weer van de partij. Heel goed. Goed, dank jullie wel. Udo Oele en Mirjam Bing. Dankjewel. Goed. Nou, voordat we allemaal aan de borrel gaan, we gaan nog even kijken in de speeddatezaal hoe het daar is. Ik zie af en toe wat mensen naar de speeddatezaal toe lopen. Zo. Oh, kijk eens aan. Daar is Rosalie. Hey Chris, hier ben ik weer. Ik sta hier even met Pieter van internet.nl en het Nationaal Cyber Security Centrum. Pieter, hoe gaat het? Heb je al een beetje goede gesprekken gehad? Ik heb heel veel gezellige gesprekken gehad hoor. Een hoop geïnteresseerde mensen. Dus ik vermaak me erg. Ah, dat is goed om te horen. En wat voor soort vragen zou je nou nog willen krijgen? Waar zou je het zelf graag over willen hebben vanavond? Nou, we hebben het bij mijn stand vooral heel veel over HTTPS. Dus over het slotje in je browser en hoe je dat nou goed instelt. En waar ik het vooral graag met mensen over zou willen hebben is, waar begin je nou eigenlijk? Hoe moet je dat aanpakken? Is dat wel zo nodig om daarmee aan de slag te gaan? Dus mensen die er heel veel verstand van hebben, is ook gezellig om te spreken. Maar juist de beginners, die hebben er volgens mij het meeste bij te winnen. Dus nou ja, als je dat wil weten, kom vooral naar Pieter. En is er nou zelf nog iets wat je zou willen weten? Is er iemand hier waarmee jij een speeddate zou willen hebben? Nou, wat ik wel echt interessant vind is om te weten hoe vooral MKB'ers, maar dus ook kleinere organisaties, omgaan met informatiebeveiliging. Want het is best wel een uitdaging om daar goed mee aan de slag te gaan. En in het groot ken ik het wel. Maar juist die kleine, hoe je die afweging maakt en er toch zinnig mee aan de slag gaat, nou, dat lijkt me best een uitdaging. Dus ik hoor heel graag van het publiek. Super. Oké, dankjewel Pieter. En terug naar jou, Chris. Ja, dankjewel, Rosalie. Goed, u kunt dus in de pauze nog even speeddaten, ook tijdens het tweede deel. Nou, het werd al gezegd, standaarden. Hè, dat is ook een beetje abstract. Je hoort af en toe dingen als SSL, DNSSEC, HTTPS, DKIM, weet ik het wat allemaal. Ja, dat zegt de normale ondernemer helemaal niks. Maar het zijn dingen die wij met elkaar willen afspreken om het hele internet veiliger te maken. Hè, want wat is dat nou eigenlijk, internet? Het is vooral een set van afspraken hoe dingen met elkaar communiceren. En dat is ook wat SCDN doet met .nl. Dus hoe die instellingen goed gaan gebeuren, daar gaan we straks over praten. We hebben ook de campagne Veilig Zakelijk Internet gehad. Olly Vreemel ging met een bus door het land, een soort campagne om ondernemers bewust te maken. Dus we zijn benieuwd naar zijn ervaringen. En zoals ik al zei, je moet natuurlijk af en toe ook zelf met de billen bloot. Dus ik ga laten zien wat er allemaal voor cyber ellende heeft plaatsgevonden op TikTok.nl. En dat is niet mals. Dus dat zien we straks terug in de tweede helft. Tot zo!